B-finale. Dijkhuis. Op baan 3 Merel de Boer. Op baan 4 Zandje Jansen. Op baan 5 Joyce Kuipers. Op baan 6 Emma Hofsteen. Op baan 7 Chantal Zijderveld. En op baan 8 Colette Klaasens. Het is Lonne Dijkhuis aan de leiding. Na 50 meter in baan nummer 2. Ruim de Bosman daar al voor Dijkhuis. Deze afstand, tweede positie op dit punt Merel de Boer. Een beetje dicht bij elkaar, Merel de Boer, Zotte Jansen en Joyce Kuipers in de baan 3, 4 en 5. En zo gaan we naar keer met 100 meter. Dijkhuis dus de lengte, de ruime lengte voorsprong. Als we gaan keren naar 100 meter. En dat doet Dijkhuis in 1:16:51. Als tweede keert daar Merel de Boer in 1:39. Als derde keert daar Zotte Jansen in 1:19:09. De derde baan op deze voorsprong voor de Dijkhuis. De voorsprong van haar concurrenten. Namen Joyce Kuipers steeds verder naar voren weg. Richting de eerste positie, ook baan 3, Merel de Boer. En zo gaan deze dames voor de laatste keer keren. Het is Lonne Dijkhuis met 2:00:20 nog steeds aan de leiding. De tweede tijd voor Merel de Boer, de derde tijd voor Joyce Kuipers. En dan keren voor de laatste tijd. Volgens Lonne Dijkhuis nu nog een stuk kleiner. Merel de Boer daar heel dichtbij. Joyce Kuipers zijn verder naar voren toe. Het is nu de voorsprong in de laatste meter voor Merel de Boer. De Boer hier als eerste naar de eindstreep toe. En dan als tweede, dat gaat er ontspannen in baan 5-2 is. En het is daar in baan 5 Joyce Kuipers die als tweede aantikt. En Lonne Dijkhuis de derde aantikt. Wacht op de officiële uitslag van deze 200 meter schoolslag. En die verschijnt hier in beeld. De winnares, dames en heren, Merel de Boer. En dan verplaatsen we onze aandacht naar de overzijde van het zwembad. Vandaag starten we de 50 meter nummers. En in dit geval is dat de finale bij de parazwemmers. Heren, de 50 meter vrije slag. Met op baan 3 voor zwemmers ten hommel, Sven Schutte. Op baan 4 voor Jeroen.